Hoe ziet communicatie over 10 jaar uit? Ik denk dat we momenteel op het punt zijn terechtgekomen in een tijd waarbij we eigenlijk kunstmatige intelligentie een menselijk gezicht gaan geven. En eigenlijk de allereerste deepfake technologie waarbij je dus al kunt spelen met gezichten, maakt een beetje die toekomst mogelijk. Dus nu heb je nog te maken met chatbots, die regel je met tekst. Maar straks kun je gewoon met voice, met menselijke gezichten, kun je op een hele natuurlijke manier communiceren. Momenteel gebeurt er heel veel. Bedrijven moeten zich dus ook voortdurend verdiepen in wat er in de wereld gaande is. En wat mij betreft kan het eigenlijk maar op één manier. Je kunt je niet langer permitteren om nieuwe technologie tegen te houden. Te denken van Twitter is alleen bedoeld om te praten over de koffiebar of wat ik op de wc doe. Je zult je nu als bedrijf moeten verdiepen in nieuwe technologie. Je zult moeten investeren, je zult ermee moeten experimenteren. Je zult moeten vallen, maar ook weer versneld opstaan. Om uiteindelijk te kunnen leren van je eigen fouten. En pas dan kun je voorbereiden op de toekomst. Want in mijn opinie is het digitaal Darwinisme: verander of verdwijn.